wat ik erg onder indruk was, dat het het Nederlands elftal was, voornamelijk dezelfde mensen, die vervolgens onder nieuwe leiderschap anders zijn gaan presteren en ook veel meer zelfvertrouwen leken uit te stralen. En ik vind, nou, het is gewoon een compliment over hoe dat gelukt is en hoe dat zelfvertrouwen bij die mensen komt. Maar misschien, dat is denk ik ook voor iedereen die een organisatie leidt, een goede les. Hoe is dat in zo'n korte tijd gelukt? Hoe heb je dat zelfvertrouwen kunnen brengen bij spelers die daarvoor nou niet bepaald hoog op het schild geheven werden, ook door de Nederlandse media en door anderen? Nou, op de eerste plaats ben ik naar ze toe gegaan. Met andere woorden, dat doen we dan tegenwoordig digitaal. Dus ik ben gaan facetimen met de belangrijkste influencers. En daar ben ik te raden gegaan bij Frank de Boer en bij de teammanager. En wat er leeft bij de jongens. En ik heb die vragen gesteld aan de spelers zelf. Want ik weet niet, 2 jaar geleden was er ook weer een coach die aangesteld moest worden. En toen kwam naar buiten bij mijn vrienden van de Telegraaf dat de spelers mij niet wilden. Dus ik wilde niet aan een dood paard trekken. Dus ik ging naar de spelers toe, wat ze wilden, hoe ze het wilden, wat ze dachten over de wijze waarop enzovoorts. Nou, eigenlijk, ik heb nu 1,5 uur zeg maar deze Bid Improvement Day gevolgd. Ja, dat slaat niet alleen op high-tech, maar dat slaat ook op onderwijs. En dat slaat ook op voetballers. Dat je zo dicht mogelijk bij jezelf moet blijven. Dus je moet uiten wat je wil. En als jij dan als leider daar gewoon een goede analyse van maakt en een eerlijk antwoord geeft, ja, dan denk ik dat ze je gaan volgen. En ja, dat is de wijze waarop ik dat gedaan heb. Maar dat is mijn totale mensprincipe. Ik zet mensen in hun kracht en niet in hun zwakte. Althans, dat probeer ik dan. En dan hoop ik dat het eruit komt. Dat is ook de reden waarom ik waarschijnlijk overga tot een ander systeem. Want met de kwaliteiten van deze spelersgroep zie ik veel meer mogelijkheden in een ander systeem. Alleen daar waren mijn spelers nog niet aan toe. Dus heb ik dat niet gedaan. Ik heb gedaan wat de spelers wilden. Maar, wat jij nu zegt, Louis, wat jij nu zegt is weer wereldnieuws. Als jij morgen zegt, ik ga door naar het nieuw systeem. Welk systeem wordt er dan? Nou, Dat ligt natuurlijk aan de fitheid van spelers. Ik kan niet nu over een jaar al inzien welke spelers fit zijn. Dus dat is wel een belangrijk uitgangspunt. Maar zoals ik het nu zie, hebben wij hele sterke verdedigers. We hebben hele goede wingspelers van achteruit. En niet buitenspelers die we vroeger hadden. Met Piet Keizer en Sjaak Zwart, want dat was de top van de wereld. Maar die hebben we op dit moment niet. Dus we moeten die spelers in een kracht zetten. En ik denk dat het beste gaat met een 1-3-4-3 systeem. Dit is... Nou ja, en dat ga ik proberen in de wedstrijden die nu komen. Dus wij spelen tegen Duitsland en Denemarken. Dat zijn echte toplanden. En dan kunnen we ook ons veel beter vergelijken met dat soort landen. En kunnen we direct op onze fouten worden gewezen in de wedstrijd. En wat betekent precies 1-4-3-2? 1-4-3 klopt niet. 1-4-3. 1-3-4-3. 1 is de keeper. Oké, dat begrijp ik. Drie zijn dan drie centrale verdedigers. Wij spelen, we hebben gespeeld met 2 centrale verdedigers, maar dan met 3 centrale verdedigers. En dan hebben we een middenveld van een platte 4, dus niet in een ruit, een platte 4. Ja. Zodat je het hele veld kan verdedigen en ook pressie kan uitvoeren, veel makkelijker naar voren. En dan moeten kijken Of de spelers die ik nu tot mijn beschikking heb het beste kan spelen in de voorhoede met een driehoek of met 2 spitsen en een echte nummer 10.
Nou, daar moet ik nog achter zien te komen. En daar heb ik dan die wedstrijden, die vriendschappelijke wedstrijden nu en de Nation Cup wedstrijden voor. Want voor het WK heb ik totaal geen voorbereiding. Dus we komen uit de competitie en we vliegen naar Qatar. Dat is het. En dan moeten we die wedstrijden spelen. Dus ja, het is eigenlijk roofbouw op spelers. Maar ja, het is niet anders. En waarom doe jij het? Hè? Waarom heb je het gedaan, Louis? Dat je dit allemaal op jouw leeftijd... Het was ook een vraag uit mensen van... Waarom gaat iemand op deze leeftijd... En hoe blijft hij zo fit en innovatief... de hele tijd door in deze hele moeilijke tak van sport? Wat is jouw gedreven? Is de missie of is er gedrevenheid? Dan hebben ze mijn eerste persconferentie gemist. Want daar heb ik het uitgelegd. Ja, maar ze willen het nog een keer horen. Nou ja, dat is natuurlijk de arrogantie ten top. Dat ik zeg dat op dat moment er geen goede kandidaat beschikbaar was. En dat ik de enige zou zijn die op dat moment beschikbaar was. En die dat zou kunnen. Nee, dat... En dat is de enige reden. Ik wilde het Nederlandse voetbal helpen. En die selectie wilde ik helpen. En ja, achteraf is gebleken dat die selectie fantastisch was. Dat ze echt hoge normen en waarden hebben in het professionele vak als profvoetballer. Ja, dat heb ik zelden of nooit meegemaakt. En dat is wel onze selectie van het Nederlands elftal. Daar ben ik erg blij mee. En als ik kijk naar de komende tijd, hè, je hebt natuurlijk niet veel tijd om iets te boetseren. Hè. Het is, nee. En je hebt het ook niet veel tijd gehad afgelopen tijd. Dus je hebt wel een heel groot risico genomen. Het had ook mislukken dat je gewoon niet verder was gaan. Ja, dat is zo. Dat kan ik niet ontkennen. Dat heb ik ook nog gezegd in die eerste persconferentie. Maar dan zeggen mijn vrienden van de media dat ik me indek. Nou, dat is natuurlijk onzin. Als ik de eerste week 3 wedstrijden moet spelen... en ook nog een uitwedstrijd tegen Noorwegen... en we staan 2 punten achter... dan is er niets indekken. Het is gewoon een hele moeilijke situatie. Daar zijn we goed doorgekomen. Dus daarna was het allemaal wel wat gemakkelijker. Dat moet ik zeggen. Maar die eerste week was cruciaal. Dan zijn er een paar vragen hier van Gijs Rademaker. Gijs, die was net hier. En die vraagt eigenlijk... hoe belangrijk zijn data bij het coachen? Kan een team bijna kampioen worden op datagebied, als je al dat weet? En op welke manier zet je data in? En met data bedoel je dan spelersniveau? En de tweede vraag die ik zelf heb, Louis, wij kennen elkaar vrij goed. Ik heb heel veel dingen met je meegemaakt. Ik heb een gesprek gehad met jou ooit met de top van Cisco, meer dan 15 jaar geleden. En jij was volgens mij de eerste die zei, ik wil weten hoeveel meter iedereen loopt. Ik wil eens analyseren hoeveel meter iedereen in het Ajax-stadion, hoeveel kilometer iedereen aflegt. Dat vond iedereen heel raar. Maar jij hebt vaak als eerste dat innovatieve gevoel om met data, om met dingen bezig te zijn. Of het nou met voeding is, hoe komt die innovatieve drang, waar komt je vandaan om steeds maar weer als een klein kind naar de toekomst te kijken? Nou, in principe kijk ik altijd naar de toekomst. Dat is me ingegeven door mijn vader en moeder. Maar ik luister gewoon naar mijn experts. Ik heb ongelooflijk veel experts. En daar luister ik naar. En dan ga ik vanuit mijn visie ga ik vragen stellen aan die experts. Dus dat is aan de IT-man of aan een inspanningsfysioloog. Hoe we dat het beste kunnen oplossen. En als Gijs wil vragen, gebruik ik data? Natuurlijk gebruik ik data. Ik gebruik heel veel data. Maar ik gebruik ook heel veel data niet, omdat het onzin is. Omdat het niet in mijn visie past. Dus het moet wel afgestemd worden op de visie van de bondscoach. En nou, daarvoor heb ik mijn eigen IT-mensen. En die gaan ook mee naar het WK. En in die data zit niet alleen maar hoeveel meter je afgelopen hebt. Of hoe hard of je sprint of interval hebt gedaan. Of, hè, dat is allemaal heel belangrijk. Maar in mijn ogen is ook belangrijk de psychologie achter de mens. Dus ik kijk ook naar een elftal dat
ik vind altijd dat er zeker 6 tot 7 loyale spelers moeten zijn. Dus die in dienst spelen van 4 andere spelers. Die de kwaliteit hebben om iets open te breken. Dat zijn meestal creatieve spelers. Bijvoorbeeld Memphis, de Pai, is niet bij iedereen geliefd. Maar is wel een hele creatieve speler die andere spelers ook nog voor het doel kan brengen. Maar hij scoort zelf ook. En Gakpo is ook zo'n figuur die zelf kan scoren. Maar ook een assist kan geven. Nou, ik ben op zoek naar een verdeling in de, zeg maar, in de psychologische balans van een elftal van dat soort spelers. En als je dan heel veel data dan analyseert, en ik deed dat een beetje bij AZ op de achtergrond met de performance figuur. Ja, dan kom je uiteindelijk tot iets wat duidelijk houvast kan geven aan de trainer. En dat je niet te veel creatieve spelers in je elftal opneemt, maar ook niet te weinig loyale spelers die in dienst van het elftal spelen. Nou, dat is natuurlijk ook belangrijk. En belangrijk is natuurlijk ook de traptechniek of wat dan ook. Dat kunnen jullie allemaal zelf verzinnen in voetbal. En de afstanden en de sprintsnelheid en dat soort dingen. Die worden allemaal in zo'n programma ingedeeld. En als je dat jaren aan het doen bent, dan krijg je op een gegeven moment wel een idee wat de beste verdeling is. Nou ja, dat hebben ze bij AZ heel goed onder controle. Constant, heb jij nog een vraag aan Louis van Gaal? Je moet je ja. Gaan we winnen? Ja. Okay. Constant, jij blijft gewoon in de uitzending, want jij moet weg, dacht ik, om 6 uur, dacht ik. Dus als je in wil vallen, altijd mooi. Hartstikke mooi dat je bij bent. Superleuk dat we hier gesproken hebben. We gaan door met Louis. En Constant blijft er gewoon bij. Louis, even terug naar een aantal jaren geleden ben ik met jou geweest in de kleedkamer van Manchester United. En op een gegeven moment zei je, ik ga dit anders doen. Ik zat daar, masseur, tafel was er, die hangertjes waren voor reservespelers waren bij. En binnen 5 minuten zei je, ik ga dit klopt niet. Dit systeem in die kleedkamer. Dus jij zag al in de kleedkamer dat het niet klopt. Dat de reservespelers die niet speelden toch bij waren. Kan je daar iets over zeggen? Hoe je daarnaar keek? Nou ja, kijk. Manchester United stadion is een heel oud stadion. Dus ze hebben ze helemaal geen rekening gehouden met zeg maar de communicatie tussen spelers en staf. En ik denk dat het heel belangrijk is. Wij hebben nu interlands. Die spelen wij vriendschappelijk in maart. Dat spelen we tegen Denemarken en Duitsland. En ik heb als bondscoach gevraagd, ik zou het liefst in de arena spelen. Omdat daar aan al die voorwaarden zijn voldaan. Want ik denk dat het heel belangrijk is om contact en een goede communicatie te hebben met je spelers. En vooral in de rust om nog wat te verduidelijken. Dus ik vind een kleedkamer heel erg belangrijk. Niet alleen als ik er ben, maar zeker ook als ik er niet ben. En ik ben er vaker niet dan wel. En ik vind dat de kleedkamer zo moet worden ingedeeld dat iedereen met iedereen kan spreken. Dan zijn een paar vragen hier van het publiek en van de adviesraad. Ik noem ze even door. Je bent ooit gekozen als jeugdtrainer bij Ajax en daarna kreeg je een gesprek aangeboden als hoofdtrainer van NAC heel lang geleden. Waarom heb je die grote kans toen niet gepakt? Dat vraagt Erik Fransen. Dus ik heb hier gewoon een paar vragen die ik hier van de adviesraad voorlees. Nou, dat was niet helemaal waar. Was die waar? Ik was toen assistent van Leo Beenakker. Ik had mijn diploma's gehaald. En
En toen kwam Leo Beenhakker naar Ajax. En die koos voor Spitz Koon. En ik denk Barry Hulshoff als een assistente. En ik ging mijn diploma halen. En ik werd toen trainer van de A1 en het tweede elftal van Ajax. En toen werd ik pas assistent. En onder het assistentschap van Beenhakker dacht ik, ja, ik ben geen assistent eigenlijk. Ik moet dicht bij mijn eigen persoonlijkheid blijven. Dus ik ga eens kijken of er interesse is in mij als persoon, als trainer. Nou, toen ben ik geweest bij Rode JC, bij meneer Hendricks, want die was toen de beschermheilige van Rode JC. Ik ben geweest bij NAC. Ik weet niet meer de voorzitter van toen. En ik ben geweest bij Sparta om trainer te worden. En dat is de club waar ik het langste gevoetbald heb als profvoetballer. Nou, alle drie hadden wel interesse in mij. Maar daar kreeg Michael van Praag toen lucht van. Dus toen waren we in de wintersport, dat is in januari. Dus, en dan ben je bezig met je overgang eventueel naar een andere club. Althans, al de meeste. En die ging een rondje wandelen met mij. En die zei, Louis, je moet blijven. Want als Beenhakker weggaat, dan word jij de nieuwe hoofdcoach. Nou, en toen ben ik gebleven en ben ik niet naar NAC gegaan bijvoorbeeld. Hier een vraag van Ben Woldering. Die zegt, Louis, jij bent een echte mensenmens. Hoe kan je, als je het positieve spirit wil houden, wanneer je tegen een speler moet zeggen, jij speelt niet, je zit op de bank. Dus hoe gaat het systeem? Want aan de ene kant moet je heel duidelijk zijn. Aan de andere kant is het best moeilijk om te zeggen, joh, je doet even niet mee. Hoe ga je ermee om? Nee, dat is ook vreselijk moeilijk. En zeker als je spelers aan de kant moet laten die vreselijk hun best doen. Maar het gaat uiteindelijk altijd om de kwaliteit van de individuele speler en het teambelang. Je kiest of je moet als coach altijd voor teambelang kiezen. Nou, mijn systeem dan was altijd om eerst de speler bij me te roepen op mijn kantoor en leg ik uit waarom ik voor die andere speler ga kiezen. En waar hij aan moet werken om weer in het elftal te komen. En dan legde ik het uit in de groep, in de kleedkamer. Schijnbaar omdat je dat op een eerlijke manier overbrengt, zowel aan de individuele speler als aan de groepsspelers, ja, is dat eigenlijk nooit een probleem. Maar ik had er zelf wel heel veel moeite mee, om, zoals jij zegt, ja, al die spelers doen verschrikkelijk hun best. Dus daar ligt het meestal niet aan. En wat je ziet ook, dat af en toe coaches belangen hebben. Die krijgen wat geld van spelersbemiddeling, je hebt matchfixing en allerlei gekke dingen in die sport. Kom je daar tegen? Zie je dat wel? Of gaat dat helemaal langs jou heen? Ik heb me nooit bemoeid met transfers. Ik heb ook nooit spelersmakelaars ontvangen omdat ik dat niet interessant vond. Omdat ik vind dat de speler voor zichzelf moet praten. Nou, dat heb je eigenlijk de hele middag gehoord. Dat ik vind dat we dichter bij de mensen moeten komen. Dichter bij de spelers. Dichter bij de kinderen, bij het onderwijs. Dus die spelersmakelaar is helemaal niet interessant. Daar heb ik ook nooit mee gesproken. Ik heb ook nooit bedoeld met transfers. Wel welke spelers ze moeten kopen, maar niet met de transfers zelf. Ik heb wel de speler opgebeld die ik graag zou willen hebben, maar dat is alles. En dan een vraag van Gijs Rademakers. De vrouwen spelen de EK en de mannen het WK. Wat zijn de verschillen tussen beide voetbalteams? Nou, ja, dat zijn de individuele kwaliteit. Kijk, het vrouwenvoetbal heeft zich ongelooflijk goed ontwikkeld, zeker in Nederland. Ze hebben heel snel de stappen gemaakt om Europees kampioen te worden. Dat is onder Sarina gelukt. Tweede op het WK.
Maar je bent afhankelijk van de individuele kwaliteiten van de spelers. Nou, als je naar de, en ze hebben een fantastische spits, die Vivian Miedema, die is niet voor niks altijd gekozen als nummer 2 of 3 van de beste speelsters van het jaar. En ze hebben dan ook nog Lieke Martels, linker spits. En aan de rechterkant hadden ze, ja, hoe heet ze ook weer? Nou ja, Van der Zanden. Ze hadden ook best een goede voorhoede en een ideale nummer 10. Dus ja, dat was gewoon een uitgebalanceerd team. Maar het Nederlands elftal, ja, daar ontbreekt nogal wat aan. Als jij tenminste het systeem wil spelen, 1-4-3-3. Dan moet je met buitenspelers spelen. En die hebben we op dit moment niet. We hebben geen spelers die hun tegenstander heel gemakkelijk eruit dribbelt en een fantastische voorzet levert. Dus degenen die daarvoor in aanmerking komen, die hebben jullie allemaal gezien in de afgelopen weken. Ja, en er is eigenlijk niet één waarvan ik zeg, die lijkt op Finidi en Mark Overmars in de tijd van het Gouden Ajax. Nou, dat zegt mij genoeg. Dus dan moet je dat systeem niet spelen, want dan maak je je elftal zwakker. Dus jij bouwt je elftal gewoon op de mensen heen eigenlijk. Je zegt, dit is het potentieel wat ik heb. Dat moeten we optimaal benutten, optimaal inzetten. Eigenlijk een soort capaciteitsbenutting. Ja, natuurlijk. Dat moet iedere trainer doen. Hè. Dat is niet dat ik dat doe of dat dat een noviteit is. Ik vind dat iedere trainer zijn spelers in hun kracht moet laten spelen. Ja. En ik denk dat ik met deze groep meer met dat 1-3-4-3 systeem en de voorhoede in een driehoek of een omgekeerde driehoek, want dat zou nog kunnen, met een echte team of met twee schaduwteams. Maar ja, wij hebben wat dat betreft niet zoveel kwaliteitsaanvallers op dit moment. Wel jonge spelers die in ontwikkeling zijn. Gakpo, Malen. Brobby hebben we afgelopen zondag gezien. Dat zijn spelers waar toekomst in zit. Maar redden ze dat nog hè, in een jaar tijd? Ben je ooit wel eens door spelersmakelaars benaderd om iemand op te stellen? Nee. Nooit? Nee. Dat hoor je ook wel eens. Dat toch even dat matchfit, zeg ik. Dat ben je nooit tegengekomen? Nee, ook niet. Dat is helemaal buiten jouw gezichtsveld. Dan hebben we nog... maar ik ben ook niet zo'n figuur. Dus ik denk dat makelaars mij nooit zullen opzoeken om dat te vragen. Daarvoor heb ik wel een goed imago, denk ik. Ja. Dan even de relatie met de pers. Sommige mensen zeggen, ja, die Louis is wat zachter geworden... De relatie met Telegraaf natuurlijk, met Dries is natuurlijk niet gezellig hoe die schrijft. Ik vind dat ook niet zo, ja, omdat ik je goed ken, heb ik niet zoveel met die man. Eigenlijk helemaal niet veel, nee, dat mag ik niet hard zeggen, maar dat is zo. Hoe ga jij daarmee om? Nou, ik denk dat ik niet zoveel veranderd ben. Ik kan niet tegen onrecht. Ja. Ik kan niet tegen herhaaldelijk dezelfde vraag stellen. Ja. Dat kan ik niet tegen. Want dan zit je gewoon niet op te letten. En mijn zwakte was altijd dat ik weinig geduld had. Maar hoe langer je wat ouder wordt, hè, hoe meer je ouder wordt... krijg je dat geduld meer onder de knie. En dat is waarschijnlijk het verschil waardoor de emotionele uitspattingen wat minder zijn geworden dan daarvoor. Maar goed, de media heeft toch ook de laatste keer ook wel eens geschreven dat ik weer in mijn oude fout herviel. Maar oké, inderdaad, ik ben wat ouder en verstandiger... En misschien wat milder. Welke rol speelt Truus in jouw leven daarin?
Nou, kijk, Truus kan natuurlijk van alles zeggen. En jij kan ook van alles zeggen. En Gijs Rademakers ook. Maar ik blijf toch heel dicht bij mezelf. Als ik zeg maar cursisten toespreek voor de proflicentie, dan vraagt zo'n docent ook altijd aan mij: wat zou jij nou als advies willen meegeven? Nou, dan zeg ik bijna altijd: blijf dicht bij jezelf. Speel geen spelletje, geen toneelrol. Maar stel je wel open voor je omgeving. Maar je zit wel in een hele gekke sector. Elke scheet die je laat is wereldnieuws soms als het iets fout is. Of iemand die fout is opgesteld. Of je hebt te maken met hele rare dingen. Iemand die na 1 minuut uitvalt of een rode kaart krijgt. Dus er zijn heel veel onverwachte dingen waar je rekening mee moet houden. Dus je moet wel een brein hebben die de hele tijd op stoom is. Constant. Voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd. Dat is natuurlijk zo. Maar jij gaat er al vanuit dat de journalist de juiste analyse kan maken van een wedstrijd. Of dat een speler slecht speelt. Nou, ik kan je uit de brand helpen. Dat is over het algemeen niet het geval. Daar moet je echt gestudeerd voor hebben. En dat is een coachcursus. Nou, dat hebben deze heren nog niet doorlopen. Nou, dat is wel ineens. Dan een andere vraag van Baran. Hoe blijf je een team motiveren om te winnen, zelfs tijdens barre tijden en moeilijke wedstrijden? Hoe ga je daarmee om, die motivatie van spelers? En hoe ga je om met de spelers die geblesseerd zijn, of half geblesseerd zijn, die net niet meedoen? Nou, natuurlijk heb ik ook barre tijden meegemaakt. Ja. En dan probeer ik toch zoveel mogelijk mijzelf te blijven. Omdat dat het gezicht is wat mijn spelers zien. En als ik bij de pakken neer zou gaan zitten, dan zou dat een kwalijk effect geven. En ja, ik had er ook zo'n jaar bij AZ toen ik daar coach was. Dat we in de onderste regionen waren zeg maar gebivakkeerd. Op een gegeven moment denk ik, ja, het gaat er toch om dat ik spelers raak. Daar gaat het om. Dus ik had het gevoel dat ik ze niet meer kon raken. Dus toen ben ik naar de directie gegaan en heb ik gezegd, ik stop ermee. Want ik kan ze niet meer raken en anders gaan we nog degraderen. Nou, toen hebben de spelers initiatief genomen en zijn naar mijn huis gekomen om mij om te praten. Nou, dat is een manier om spelers wakker te schudden. Ik wilde natuurlijk niet dat ik zomaar weg zou gaan. Maar ja, ik wil wel hebben die steun van die kleedkamer. En als ik het gevoel heb dat ik ze niet ga raken, dan houdt het op. Dus toen ben ik teruggegaan en het volgend jaar werd ik kampioen. Dus dat zegt iets. We hebben wel de hele selectie natuurlijk onder de loep genomen. We hebben spelers verkocht en andere spelers ingekocht. Maar we zijn wel dat jaar erop kampioen geworden. Als je terugkijkt, als je terugkijkt tot nu toe, wat is het hoogtepunt uit je carrière? Of de twee hoogtepunten, laten we twee noemen. Is dat kampioenschap van AZ of wat anders? Nou ja, AZ is, in mijn ogen is AZ een geweldige prestatie. Omdat dat de enige club was die niet nummer 1 was in het land waar ik trainde. Dus ja, ik heb in ieder land waar ik gewerkt heb, heb ik nummer 1 getraind. En dan is het vrij normaal dat je kampioen wordt. Of een titel behaalt, of wat dan ook. Nou, maar bij AZ kwam je bij een club met de vierde begroting van de eredivisie. Als het niet de vijfde was. En dan word je kampioen mee. Vijf weken voor het einde. Dus... ja, dat is op zichzelf wel een geweldige prestatie. Dat je dat kan bij een club
die niet de hoogste begroting heeft. Kijk, Ajax wordt over het algemeen nu kampioen omdat ze de hoogste begroting hebben. Daar ben ik vast van overtuigd. Dan is die kans groter. Daar heeft Bayern München ook voor gezorgd. Nou ja, Barcelona niet. Die zijn er onderdoor gegaan. Maar dat, die positie hadden ze wel. En Manchester had die positie ook. Maar die hebben ze niet meer. En dat heeft te maken met beleid. Hoe zit het in de hoogtepunten die je kent visueel? Is de karate-trap bijvoorbeeld die je had? Of het kreten die je hebt gehad? Ben jij nou zo dom of ben ik zo slim? Heb je besef, als je wat zegt, dat het soms de hele wereld overgaat en dat het nog 10 jaar blijft hangen? 1 beeldje van 1-3 seconden. Nee, dat, natuurlijk niet. Nee. Dat zeg je niet op dat moment. Op dat moment is het je emotie die woorden naar buiten slingert. En dat het een gek wordt op, uiteindelijk, ja, dat verwacht je niet. Maar ja, tegenwoordig kunnen ze alles. Hè? Ja. Dus, dan hebben we nog een paar vragen van de adviesraad. Patrick Baanes vraagt, in het kader van leven lang leren, wat heb jij geleerd van de huidige generatie? Nou, van de huidige generatie. Dus ik ben net eigenlijk maar 2 maanden bezig. Ja, ik heb de generatie van 2000 getraind. Ik heb de generatie van 2010 getraind en nu 2020. Ik heb de generatie ook van 1990. Maar dit is de beste generatie. Qua professionaliteit. Qua discipline. Qua samenwerking. Ja. Alleen, we hebben niet de aanvallende kwaliteit. En dat is... dat zou een struikelpunt kunnen zijn in ons doel om wereldkampioen te worden. En ik geloof in het team. Ik geloof in de kracht van het team. En daar moeten we ons aan vasthouden. En ik geloof helemaal in de kracht van het team als wij dat nieuwe systeem gaan spelen. Maar dat moet ik maar uitwijzen, want voor hetzelfde geld gaat het niet lukken, omdat ik weinig trainingsmomenten heb. Maar het kan ook, het woord geluk, wordt dat nooit genoemd? Je moet een beetje geluk hebben, of niet? Je had vroeger gouden pik, zeiden ze wel. Ze zeiden iets dat je geluk had een paar 10 jaar geleden. Maar je kan ook enorm veel pech hebben, dat heb je ook veel gehad. Een speler wordt er na 1 minuut uitgestuurd, of buitenspeldoelpunt wordt niet wordt goedgekeurd, of wat dan ook. Het woord geluk, past dat in jouw systeem, of niet? Daar heb je vaak mee te maken. Je kan gewoon pech hebben. Geluk moet je afdwingen en toeval moet je uitsluiten. Dat zijn twee spreuken die in mijn kantoor bij Ajax hingen toen ik begon aan mijn carrière. En dat zijn twee hele spreuken die op waarheid berusten. Daar ben ik van overtuigd. Maar toeval kan je toch niet uitsluiten? Er zijn toch allerlei dingen die gebeuren die je niet... Nee, nog even. Je moet in ieder geval het streven hebben. Okay. Maar lees jij een wedstrijd van tevoren? Zit zo'n wedstrijd in je hoofd al? Dus als je die opstellingen ziet, die wedstrijd, heb je de avond van tevoren, zie je wat er een beetje gebeurt? Hoe visualiseer jij? Ja, natuurlijk. Ten eerste heb ik natuurlijk al beelden tot mij gekregen van de tegenstander. Ja. Dan weet ik ook de opstelling van het Nederlands elftal. Ja. Dus dan kan ik gewoon visualiseren hoe die wedstrijd gaat verlopen. Nou, zoals wij hebben gespeeld tegen Noorwegen thuis. Daar hebben de mensen of de media gezegd dat het een hele slechte wedstrijd was. Vervelende wedstrijd. Ik vond het een topwedstrijd. We hebben geen kans weggegeven. We hebben 2-0 gewonnen. De spelers hebben gedaan wat ze moesten doen. Alleen ja, als je tegen zo'n tegenstander speelt, dan kan je niet anders spelen dan wat wij gedaan hebben. En wij hebben dat heel goed gedaan. En je vindt altijd dat het team belangrijker is dan de individuele speler. Altijd. Altijd. Dat kan nooit altijd anders zijn. Nooit als je iemand hebt die buitengewone kwaliteit heeft, die een aparte status krijgt. Nee.
Dat zie je nu ook gebeuren met Messi, al 5 jaar. Hè? Ja. Niet alleen het laatste jaar, al 5 jaar. Je ziet het eigenlijk bij Ronaldo ook, die bij een clubs niet meer presteren omdat ze een uitzonderlijke situatie hebben. Dat gaat altijd etteren. Dat gaat altijd etteren. En ik denk dat je een open relatie moet hebben met iedere speler. Rooney zei tegen mij dat ik misschien wel te eerlijk was tegen mijn spelers. En dat ik eigenlijk hetzelfde zei tegen een jonge speler als tegen een oudere speler. Nou, ik vind het niet gek. Dat ben ik, Louis van Gaal, die gewoon tegen iedereen eerlijk is. En iedereen moet gewoon zijn opdrachten uitvoeren die wij met elkaar hebben afgesproken. Voor de wedstrijd. En jij was akkoord, je hebt niets gezegd, dus je moet gewoon doen wat het teambelang voorschrijft. En dat kan je allemaal analyseren. Jij analyseert al binnen 5 minuten als iemand speelt of hij de opdracht doet of niet. Dat zie jij of niet? Dat is geen 5 minuten werk. Dat is langer dan een wedstrijd. Als je een wedstrijd analyseert, duurt dat langer. Ja. Maar ik kan wel verwachten hoe de tegenstander op mij gaat reageren. Op ons systeem, hoe wij spelen enzovoort. Okay. Dan heb je een wedstrijd gespeeld. Na afloop heb je gewonnen of verloren. Hoe gaat de evaluatie? Hoe is dat systeem van evalueren van een wedstrijd? Ja, ik wil dat binnen een dag. Omdat het anders weer ver weg is in het brein van de spelers. En ik wil dat ze dat nog precies weten. Dus ik wil binnen een dag die evaluatie doen. Ja. Dus dan moet mijn IT-specialist en mijn assistent Danny Blind... die beelden laten zien waarvan ik vind dat het belangrijk is. Om spelers te laten zien wat ze misschien fout hebben gedaan, maar ook wat ze goed gedaan hebben. Het gaat er juist om. Belonen is veel belangrijker dan straffen. Belonen zorgt ervoor dat de mens weer vrolijk verder gaat. En ik geloof erin. En dat maar, ja, dat analyseren, is dat 5 of 10 minuten, een half uur? Wat pak je dan van zo'n wedstrijd mee? Zijn dat een paar beelden of welke data gebruik je in die evaluatie? Nee, die evaluatie is voor de groep, dat kan 15 tot 30 minuten zijn. Maar ik heb ook nog een evaluatie, een individuele evaluatie aan spelers zelf. Ja, dat kan van 5 minuten tot een half uur zijn. Dat hangt van de openheid van de individuele speler af. Niet iedere speler is open genoeg voor iedereen. En zeker niet allemaal voor mij, omdat ik heel direct ben. Dus daarvoor heb ik Danny Blind, die veel op een gevoelige manier dat zegt. En Henk Vrezer, die dat ook doet voor mij. Ik kijk welke trainer het beste die evaluatie kan geven. Dan wil ik nog één onderwerp doornemen. Is niet alleen innovatie, maar ook schoolbeweging. Je werkt samen met Sportinnovatie. Met volgens mij Erik van Weer, Joop Albeda zit daarbij betrokken. En Erik Scherder en nog Harry van Doornmalen. Jij vindt dat op school veel meer bewogen moet worden. Wat is jouw idee daarover? We hebben net de hele tijd over het onderwijs gehad. Als jij morgen minister van Onderwijs bent of van Sport en Onderwijs, wat is jouw advies aan het kabinet? Nou, ik denk dat je op zijn minst iedere dag aan sport moet doen. Aan sport en bewegen. Dat is ook goed voor de concentratie en focus voor het onderwijs. Maar ik heb net al gezegd, het moet wel dicht bij de kinderen zijn. Dus het is niet zo dat alle kinderen van die klas 6 of 5 keer in de week sport moet gaan doen. Nee, dat moet dicht bij die kinderen ook zitten. Dus wat basisvoorwaarden zijn, is denk ik 3 keer in de week. Maar je moet de gelegenheid geven om dat 5 keer in de week te doen op scholen. En dan moet je dus een systeem bedenken dat het ook mogelijk maakt. Het is allemaal niet zo gemakkelijk om dat te organiseren. Maar ik wil dat
Hij valt bijna even weg, Louis. Ja, maar je valt bijna weg. Hebben we hem goed? Hoor je mij nog, Louis? Hij valt nu weg. Hij valt nu weg. Ja? Hij valt weg. De verbinding. Ja, hij valt even weg. Connection is niet helemaal goed. Ligt aan jullie of aan Louis? Ja, internet Louis. Hoor je mij wel? Ik versta het. Ja, je hoort me wel, maar we horen jou niet, Louis. Ja. Hij komt zo weer terug. Maar komt weer terug, ja? Louis, hoor je mij of niet? Ik ga gewoon verder. Ik stel vragen. Even terug, want ik de ene laatste vraag die ik Louis ga stellen. Dit was over bewegen en in de school. Ik ga het ook nog hebben, één persoonlijke. Ik ben ooit bij zijn huwelijk geweest. Dat waren een van de mooiste dagen die iemand kan hebben. Dat iemand zo gastvrij is geweest tegen zijn vrienden. Om mensen 3 dagen in Portugal te ontvangen op een vorstelijke manier. En dat hele huwelijk van jou met Truus was een... Ja, dat was zo bijzonder. Zoveel warmte, liefde zat er bij je vrienden en die 3 dagen. Dat ik jou op een hele andere manier kent. En heel veel mensen kennen jou soms niet goed. Maar ik weet hoe warm, hoe lief, ja, aardig en direct je bent en spontaan. En ik wil altijd, ik heb enorm respect. En ik denk dat de hele Nederlandse bevolking heel veel respect voor je heeft. De manier waarop jij coacht, de manier waarop je direct bent. De manier waarop jij eerlijk bent. En ik ben heel blij dat we mensen zoals Louis... dat we die hebben. Jij bent toch wel in onze samenleving, daarom ook blij dat je bij die discussie net was, dat je een beetje dingen zegt, want je hebt zoveel kennis van zaken, want ik denk de meest moeilijke sector waar je in zit is die sportwereld, vooral die voetbalwereld. En dat jij daar zo'n prominente rol speelt voor ons land, ik denk dat we best heel trots op je mogen zijn. Dat wil ik even zelf zeggen als gedachtegang. Louis, jij bent weer bereikbaar. Jij hoort het allemaal, ja. Of niet? Ja. Heb jij nog een laatste idee, een gedachtegang die je zegt, hey, bij afsluiting wil ik dit nog zeggen? Nou ja, het belangrijkste van zo'n dag is, is dat je zoekt naar een nieuwe waarde in het leven. En daar ben je mee bezig. En dat is natuurlijk geweldig. En dat je zoveel mensen kan inspireren om op zo'n digitale... samenkomst te laten optreden. Ja, ik vond het zelf leuk toen ik het programma inschakelde. Ik deed dat inderdaad bij het onderwijs. Toen kwam ik erin omdat ik dat interessant vind. Nou ja, die Gijs met zijn enquêtes vind ik ook altijd leuk. Wat er leeft in het land, ook weer naar de mens zelf toe gaan. Wat ik erg belangrijk vind, en ik vind het alleen jammer dat hij moest laten zien dat er zo weinig vertrouwen meer is in de overheid. Maar wat jij doet om naar innovaties te zoeken met nieuwe waarden en normen, ja, dat vind ik wel op zichzelf heel positief. Louis, ik ben enorm bedankt. Ik heb zelf dat beeldje dat Truus jou nog een zoentje gaf voordat hij inschakelde. Dat hebben we niet gebruikt, maar dat zagen we ook nog. Doe Truus de groeten. Louis, enorm bedankt voor deze inspirerende verhalen. Ook leuk dat je met Constantijn zo praat. Ik denk dat hij verder met jou wil praten, want die is redelijk gebiologeerd hoe je dat doet. Ik zie hier nog Ben Wolderink, ik zie Frank van der Akker, ik zie nog veel mensen, Joop, ik zie nog veel mensen in de chat zitten. Wij gaan afsluiten. Louis, bedankt. Ik ga nu zelf afsluiten. Naar dit programma. Louis, bedankt. Super dat je zoveel tijd hebt vrijgemaakt. Niet een half uurtje, maar 2 uur. Je krijgt hier een ovationeel applaus. En ik ga afsluiten. Jij kan gewoon meeluisteren.